Voor de eerste galant moeten we terug naar de jaren 60, toen Mitsubishi nog niet actief was op de Nederlandse markt. Dat liet nog tot 1974 op zich wachten, toen de Lancer en de Galant van de boot rolden. In 1980 waren we al toe aan de vierde generatie Galant. Qua opzet nog altijd een beetje oldschool, met achterwielaandrijving en een starre achteras. Met de turbodiesel baarde Mitsubishi in 1981 opzien. De Galant 2.3 TD was de eerste Japanse personenauto met turbodiesel. Zo'n Galant, bouwjaar 1983, hebben we vandaag te gast bij Klokje Rond Klassiek. Hoewel, Klokje Rond, de auto van Leon Agelink heeft amper 50.000 kilometer op de klok. Leon, ja, je hebt een auto voor ons meegebracht, een Mitsubishi Galant. Dat was een auto die je misschien in die tijd al niet eens zoveel meer zag rijden, maar nu helemaal niet meer. Klopt. Dit is een turbodiesel. En een turbodiesel met een hele laag kilometerstand. Dat vraagt om een verklaring. De auto is nieuw geleverd als demo bij een dealer. En toen is hij verkocht na 3/4 jaar aan de eerste eigenaar, zeker eigenaresse. En die hebben er niet zo heel lang in gereden. Toen kreeg de oude eigenaar een ziekte. Toen hebben ze de auto stilgezet. Toen wilde de vrouw eigenlijk gaan rijden. Die kreeg een oogziekte. Die is geopereerd. Dat is mislukt. En daardoor is de auto in de garage terechtgekomen. En 20 jaar er niet meer uitgekomen. 20 jaar in de garage gestaan, die auto? 20 jaar in de auto gestaan, in de garage gestaan. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. En toen kwam hij op jouw pad. Hoe heb jij hem gevonden? Ik heb hem gevonden door eigenlijk constant wel een beetje op internet te kijken naar oudere auto's. Voornamelijk oudere Mitsubishi's natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment kwam die ten tonele. Ja. En toen dacht ik... Toen dacht jij, die is voor mij. Die is voor mij. Ja? Toen maar eens gaan kijken en toen gelijk een aanhanger meegenomen. En gelijk toen de tijd meegenomen. Oké, okay. En was er een specifieke reden waarom juist deze Galant in deze uitvoering of kleur jou zo aansprak? Het is toevallig inderdaad dat het zo is. Het model, de kleur... Omdat we die vroeger in 1983 thuis zelf ook hebben gehad, riep dat een beetje extra emotie op eigenlijk. Ja. En daardoor was het extra leuk om die auto te kopen. Ja. Dus kocht jij een diesel en ja, de kijkers hebben gezien, de auto staat nu op het Duits kenteken, want je woont net over de grens. Klopt. En een H, misschien even voor de kijkers uitleggen, wat betekent zo'n H op de Duitse kentekenplaat? Een H is een historisch kenteken. Ja. Dan moet de auto in een volledig originele staat zijn. Dan wordt hij door de TÜV ook gekeurd. Als origineel Duitse auto. Ja, als er een andere motor in zou zitten of iets dan... Dan kun je het al vergeten. Ja. Ja, dan, alles moet echt origineel zijn. Je mag best iets gedaan hebben wat origineel bij de auto kan horen. Mm-hmm. Maar je moet hem zo origineel mogelijk in de staat hebben en houden. Dan krijg je inderdaad het H-kenteken erop. En dan kun je gewoon belastingtechnisch gewoon heel gunstig rijden. Nou ja, goed, nu heb je hem als hobbyauto. Je rijdt er af en toe mee. Ja, soms af en toe niet, maar... Ja. Klopt. Ja. Heeft de laatste 1,5 jaar weinig straat gezien. Ja. Ook mede een beetje door het weer en de natte zomers en dat soort dingen. Dus, maar goed, vandaag op deze bijzondere dag dat het droog is. Precies, mocht hij naar buiten. Mocht hij naar buiten, ja. Ja, nou, ik ben benieuwd of hij er onder motorkap en aan de onderkant net zo nieuw uitziet als hier van buiten en van binnen. Dus dat gaan we met Dennis zo meteen bekijken en dan mag je ook even meekijken. Super. Ja, een 40 jaar oude diesel met 50.000 kilometer. Ja, waar vind je ze dan? Als je die met je eigen ogen ziet, zou je het niet geloven. Maar... Nee, inderdaad. Nee, het is inderdaad een auto die weinig gelopen heeft. Ja, maar dat merk je wel aan alles. De auto die rijdt echt heerlijk. Alles voelt super degelijk. Schakelaars zijn niet versleten. Het schakelen gaat gewoon trefzeker zonder enige vorm van speling in de mechaniek. Ja, hij is gewoon netjes qua interieur. Alles ziet er gewoon goed uit. Dus de proefrit ging eigenlijk ook boven verwachting goed. Ik voel een lichte trilling in de aandrijflijn als ik accelereer, zeg maar. Ja, dat kan een legio oorzaak hebben, daar zou je echt naar moeten zoeken, maar het is niet echt aanwezig. Eigenlijk het enige wat me opviel is dat het stuur een beetje scheef staat en dat er wat speling in de stuurinrichting zit. Dus je zit een beetje zoals
in de films vroeger dat je een beetje kan het stuur een beetje bewegen. Het is een soort Hollywood stuurhuis, maar dat, daar is prima mee te leven. Maar hij heeft wel stuurbekrachtiging? Hij heeft stuurbekrachtiging, hij stuurt ook heerlijk direct. Hij reageert echt goed op de bewegingen van het stuurwiel, ondanks dat er wat speling in zit. Ja, en verder doet hij gewoon alles wat hij moet doen. Ja. Dat doet hij hartstikke goed. En, zijn er hier verder nog bijzonderheden over deze motor te melden? Ja, het is een turbo diesel dus. Ja, het is een turbo diesel. Ja. Het is een motor die één zwak punt kent en dat is de cilinderkop. Die willen we scheuren en dat is bij deze ook al een keer gebeurd. Helaas bleek inderdaad dat de cilinderkop ook een scheurtje had. Bij het nakontroleren op een gegeven moment van de koelvloeistof bleek een rare borreling in het vaatje aanwezig te zijn. En na verdere diagnose bleek toch echt dat het scheurtje in de cilinderkop de oorzaak was en is deze daarom vervangen. Ja, en eigenlijk, kijk, de Japanners, zo'n auto voor hun eigen markt, het is eigenlijk alleen maar voor de Europese markt dat ze een diesel hoefden te maken, want in Japan rijden ze geen diesels. Dat zou kunnen, daar ben ik er nooit geweest, dat weet ik niet. Maar ja, dan zal het inderdaad voor onze markt zijn. Ja. Dat hebben ze op zich best goed gedaan. Mitsubishi maakt natuurlijk auto's. Wereldwijd maken ze natuurlijk eigenlijk bijna alles, maar ook de turbo die erop zit, die is van Mitsubishi. Dat is nog wel een grappig weetje bij de versnellingsbak. Die heeft en een koppelomvormer en een mechanische koppeling. Die zit erin om de schokken bij het overschakelen op te vangen, zodat die auto wat vloeiender rijdt, wat galanter zeg maar. Is dat wat ik zou nu moeten vergelijken met een dubbelmassa vliegwiel of zo, om de trillingen op te heffen? Of? Ja, dat is wel een beetje wat een dubbelmassa vliegel doet. Maar je hebt hier ook echt de schakelmomenten bij zo'n oudere diesel. Die kunnen wat ruwer zijn. Dan voel je wat meer, dan voel je een soort van bonk in je aandrijflijn, zeg maar. En dat wordt opgevangen door die koppelomvormer. En het koppelverloop van de motor wordt daar ook wat mooier door afgeregeld. Zodat je gewoon een wat vloeierende rijervaring hebt. Ja, dat is best wel bijzonder. Je hebt ook een handgeschakelde versnellingsbak met een parkeerstand. Ja, die je eigenlijk alleen bij de automaat ziet. Ja. Ja. Ja, zulke details als die bouwt hier, kun je al zien dat die auto weinig heeft meegemaakt. Ja, dit is echt een auto die moet ook binnen gestaan hebben. Want als ik dit allemaal zo bekijk, ik heb er net even helemaal onderdoor gelopen en ook gezocht naar roest eigenlijk, maar niet gevonden. Nee. Met alles waar plaatwerk bij elkaar komt, wat gepuntlast is. Als zo'n auto buiten staat, dan heb je daar altijd roest langs randjes en wat jij zegt, op die boutkoppen. Ja. Maar dit is allemaal gewoon schoon en fris. Ja, hier kun je gewoon echt aan zien dat die auto heel weinig gereden heeft en veel heeft binnengestaan. En zijn hier nog bijzonderheden te bespeuren aan de techniek, de motor, de wielophanging? Ja, wielophanging is redelijk conventioneel. Je hebt een dwarsgeplaatste draagarm met een reactiearm. En een McPherson veerpoot die tegenwoordig ook nog steeds gangbaar is. Ja. Wat ik wel bijzonder vond en ook wel mooi om te zien is dat de auto een indirecte stuurinrichting heeft. Ja. Waar recent een paar kogels van zijn vervangen. Ja. Maar dat hij toch gewoon heel direct stuurt. Toch wel? Bij modernere auto's met deze stuurinrichting is dat wel anders, weet ik ook uit ervaring van mijn eigen auto. Ja. Dus daar keek ik wel een beetje van op. Dat had ik niet verwacht dat hij dit zou hebben. Okay. Het kan dus toch. Zeer, zeer, zeer recent zijn de spoorstangen vervangen. Helaas, omdat de hoesjes er niet los af wilden en nog niet los verkrijgbaar waren, zijn de armen compleet vervangen. Ja, en verder zien we dan hier nog die versnellingsbak waar die koppelomvormer in zit. Helaas is die zodanig mooi dichtgebouwd dat ik hem niet kan zien. Ik kan hem niet aanwijzen. Er zit hier wel een mooie extra pijpje omhoog waar lucht in of uit kan. Ja. Ik denk dat het in is om het zaakje toch een beetje te koelen, want een koppelomvormer die wordt best warm. Maar voor de rest is het allemaal gewoon mooi en redelijk conventioneel. Ja. Ja, dit ziet er nogal heel oldschool uit, zo'n starre as. Ja, inderdaad. Maar hij is ook weer niet helemaal oldschool, geloof ik. Nou ja, hij is best wel mooi bevestigd aan de auto. Je ziet zeg maar hier een arm, een eivormige arm. Zo heb ik hem nog niet gezien. Ja. Of in ieder geval, ik heb het niet onthouden, want ik heb deze auto's vroeger nog wel eens bekeken.
Maar heeft ook hierboven nog een arm, dus het is een soort van ja. vierlink ophanging. Ja. Dat geeft toch al wat meer bewegingsvrijheid aan de as. Als je bijvoorbeeld hier alleen een bladveer hebt, dan heb je een best wel stug geheel wat niet zo heel veel kan. En dit kan toch nog redelijk bewegen onder de auto, wat hem ook weer wat soepeler maakt, wat hem wat fijner afgeveerd maakt. Dus daar is ook wel over nagedacht. Ja. Verder zag ik wat wel een grappig detail is dat je hebt één remleiding die van voor naar achter komt, dat is deze. Ja. Die gaat dan hier naar deze slang en vanaf de slang loopt die eerst naar die rem en dan komt daar weer een leiding uit die gaat terug naar deze kant. Wat je meestal ziet is dat je gewoon een T-splitsing van leidingen hier hebt. Ja. Gaat er eentje links, eentje rechts, heb je aan beide kanten een ontluchtingsnippel. Ja. Maar hier heb je echt maar één ontluchtingsnippel aan deze kant. En op zich vind ik dat een mooi systeem, want het is wat makkelijker ontluchten. Je hoeft maar aan één kant hoef je wat te doen en dan heb je meteen een hele leiding. En anders moet je eerst twee leidingjes ontluchten. Dus dat is ook wel een grappig detail. Maar heb je dan desondanks nog wel een soort kruislings gescheiden remsysteem voor als de helft uitvalt of zo? Of, Ik denk dat deze voor en achter gescheiden is. Want anders krijg je toch wel een behoorlijk raar effect. Want je kunt hier niet kruislings scheiden omdat de achterwielen met elkaar verbonden zijn. Ja. Dus ik denk dat het hier voor en achter gesplitst is. Dat zie je ook wel. Als er dan wat uitvalt, dan hoop je dat het de achterkant is. Want dan de voorremmen doen de meeste en achter gebeurt er niet zo gek veel. Als je alleen dit over hebt en een noodstop maakt, dan is het ook niet gezellig. Nee, precies. Ja. Nee, en als ze dan mochten ze wel willen blokkeren, dan gaat je achter als je vooras inhalen. Ja. En daar is niet iedereen goed in om dat op te vangen, zeg maar. Verder zien we ook hier weer hetzelfde. Ja. Alles is gewoon netjes, keurig, schoon. Ja. Geen hopen roest, mooie bodemplaat. Nee. Het is gewoon echt een keurig nette auto waar weinig watermerken valt. Ja, die heeft geen pekel gezien, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat deze heel lang lekker binnen heeft geslapen. En dat is hem goed aan te zien. Ja. Nou Leon, ik was net zo aangenaam verrast en verbaasd zeg, op sommige punten als Dennis over de staat van de auto. Ja, je verwacht het natuurlijk wel, maar hij is inderdaad zelfs die onderkant nergens een plekje te vinden. Ik ben ook inderdaad blij verrast dat het inderdaad echt zo is. Ja. Hey, en je hebt hem nu al lang, je hebt hem ooit een keer verkocht en weer teruggekocht. Ja. Gaat dat nog een keer gebeuren? Of, Als het mijn planning is niet. Nee. Nee, dan blijft hij gewoon lekker erbij. En het is toch de emotie die op een gegeven moment in zijn auto zit na zoveel jaren. Ja. Dat hij gewoon echt wel in de collectie mag blijven. En hij kan wel binnenstaan bij jou? Hij kan lekker binnenstaan. Ja. En met dit weer inderdaad, met de Force, staat hij lekker veilig, goed geparkeerd. En het is zo'n auto van zeggen, als je niet meer rijdt, hij vreet geen brood, zullen we maar zeggen. Dus, in die categorie valt hij inderdaad, En als je wel rijdt, is het nog aangenaam voordelig? Want het is een dieseltje, wat verbruikt hij ongeveer, weet je dat? Gemiddeld kun je er in de 15 mee rijden. Nou, dat is ook nog heel erg netjes. Dus, Je blijft op snelweg ook een beetje rond die 100 km per uur blijf je zitten. Ja. Dus je gaat ook echt niet hard rijden met zo'n auto. Dus dan valt het verbruik inderdaad relatief mee. Nou, hartstikke leuk. Ja, heel veel plezier nog met jouw auto. Dankjewel. En jullie ook bedankt voor vandaag.